home, she walks straight to her bedroom. She doesn't notice the world that is in bloom. In front of a mirror, she breaks down. How long will she be stuck in this town? 'Cause she just wanna go out. Night with a glass of cheap red wine, a girl rents his dinner instead. Each day the same routine, she's stuck in a life that just feels growing up ain't easy today. If she could only escape some way, but she's stuck in here. My baby is stuck in here. Up her makeup, she wonders if she should break. Real love is a grown-up lie. She hasn't felt it sounding in love. She's insecure about everything. She's waiting for the life to finally begin, but she's stuck in it. My baby. Hey, bevrijdingspop, als jullie winnen. Ja. Dat is toch een droom. Maar jullie hebben wel ervaringen, in ieder geval jij, met het winnen van talentenjachten. Ik kreeg namelijk van mijn collega Jaap van Alternative FM. Ja. Hij zegt dat jullie een keer de Waterland Popprijs hebben gewonnen. Ja, nou ja, gewonnen. Volgens mij viel er niet zo heel veel te winnen. Maar we hebben in ieder geval heel veel lekker aan meegedaan. En ja, dit is toch anders. Het staat nu even wat meer druk op je. Omdat je echt één optreden en dan is de finale al. En daar was het even wat langer. En hij gaf aan dat jullie daar coaching hebben gehad. Dat was dan wel weer iets wat daar vanuit vloeide. Hey, dat was hartstikke fijn. In hoeverre heeft dat jullie verder geholpen daarin? Nou ja, eigenlijk wel tot een duidelijk. Want voor de oldschool fans, die weten dat ik eigenlijk met een andere formatie de cruise ben begonnen. Ja. En die hebben wel, die coaching sessies hebben ons wel geholpen om even na te denken van, moeten we nou hiermee verder of kunnen we even kijken wat nieuw is en of dat werkt. En toen hebben we deze jongetjes bij elkaar gesprokkeld. En dit zijn de Dukes of Harlem geworden. Lekker man, Better than ever. Ja, en of het gezellig is. Ja. Hey, tot slot, hoe gaat de rest van de avond voor jullie eruit zien? De druk is eraf. Hier, we hebben nog een paar dingetjes over. En volgens mij hebben we allemaal net weer geld gekregen, dus we kunnen allemaal bier. Ah, lekker mannen. Dat is lekker. Heel veel plezier en bedankt voor jullie. Ja, bedankt. Dankjewel, jongen. Dit was The Cruise.
Your pretty hair, your pretty smile, even funny after a while. You're pretty cute for a normal girl, like any other around the world. Like all the girls in the city, lipstick makes you pretty, but even talk till I kick out the beat. Your heart's a drama, your mouth to lead. Seems I forgot, yeah, just how to speak. Well, anyway, come home with me. Years later, you're still around. I know how this song might sound, but I don't like you because you are cute. I'm with you because you are you. jullie komen uit Geest. Ja. Hoe is het om om Haarlemmers te veroveren met jullie muziek? Ja, dat is te gek. Bekend podium voor me, maar ik weet dat ze altijd, als je lekker speelt, dat ze lekker meegaan. En nou ja, het publiek heeft het laten zien. Dus het was echt een hele gekke show. Heel te veel, heel vet. Ja, want je hebt al eerder meegedaan met een ander bandje, ja. Flying Nemo. Ja. Echt totaal iets anders wat je nu maakt, hè? Ja, dat was echt surfpunk. Beetje hard die kant op. En zoals de corona niet overleefd met die band. En toen maar een nieuwe band met wat nieuwe leden gestart. En toen toch iets meer wat bij mij thuis was. Een beetje de indie pop, een beetje dromerig. Maar wel met een ruig randje opgegaan. En, ja. Helemaal, voor me helemaal thuis zo. Ja, nou de zaal ging ook lekker los. Ik zag twee gasten staan helemaal vooraan het podium. Ik weet niet of je die jongens ook hebt gezien. Ja, ze gingen bijna harder dan jullie, of niet? Van een paar van jongens uit de band inderdaad. Maar het is altijd lekker als die het meenemen, de zaal. Ja, inderdaad. Zo. Nou, bij het publiek zat het wel goed. Maar als je dan naar boven kijkt, hè, in de kleine zaal. Daar zit op het balkon de jury. Ja. Kijk je daar dan naar of niet? Ik was op het podium even vergeten dat het een wedstrijd was. Oh, ja, okay. Ik was gewoon zo lekker aan het spelen dat ik daar helemaal niet mee bezig was. Nee. En je ziet ook sowieso niet zo heel veel als je de zaal aan kijkt. Maar nee, ik had er niet echt aan gedacht door eigenlijk. Nee, inderdaad. Misschien is dat ook wel het beste, hè, dat je niet denkt aan een wedstrijd. Het gaat gewoon muziek maken. Hè, voor jou als muzikant, maar ook natuurlijk voor het publiek. Gewoon een geweldige avond. Ja. En het leuke is, volgende week vrijdag brengen jullie een nieuwe EP uit. Ja, nou de eerste zelfs. Als eerste. Het debuut. Daar hebben we de afgelopen maanden, dat iedereen thuis zat, hebben wij in ons eigen studio dat opgenomen. Een vriend van ons die is heel handig mee, dus die nam ons op. En dan hebben we heel veel de tijd genomen om gewoon echt een heel vet resultaat neer te zetten. Leuk. Dus vrijdag komt het eerste plaatje uit. Heel goed, we gaan het in de gaten houden. Volgende week vrijdag dus de nieuwe EP van Fleabag.
outside, dove into the snow. I just lay there weeping. Made me a snow angel. I just lay there weeping while you were sleeping. I'd be sitting on the edge, near to you on the bed, and I'd love you nearly bled, 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 bled. And your head said always dead. And so cautiously trying to disable the cable, when you wake we kiss, and for breakfast we table. Incredibly infectious. I just lay there weeping. I just lay there weeping. I just lay there Wij spraken elkaar voordat de Rob Acta Award begon. En toen waren we hier lekker aan het eten. Ik morste bijna op je laptop. Toen raakten we met elkaar in gesprek. Maak een grapje. En dat weet ik ook wel. En toen vertelde je, ja, deze week was best nog wel spannend eigenlijk. Want er moesten nog heel veel dingen samenkomen. Mm-hmm. Wat was dat precies wat er allemaal moest samenkomen om dit tot dit optreden te komen? Nou, ik heb de afgelopen jaren geleerd te produceren. En tijdens heb ik deze dingen gemaakt. Over heel veel tijd heen eigenlijk. En ik moest dit omzetten naar een live set. En dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat moest ik doen. En ik moest heel veel keuzes maken. Ook tijdens dat ik dat aan het doen was. Ja. Om het live zo goed mogelijk over te laten komen. En dat gebeurde deze week. In mijn tentamenweek. Oh echt? Dat kwam ja, er dus even bij. Ja, dus het was even aanpoten. Maar ik weet van mezelf dat het altijd zo gaat. Dus ik kon er ook niet zielig over doen. Nee, nee, precies. Ja. En dan het resultaat konden de mensen net horen en zien op Haarlem 105. Als je zelf terugkijkt, hoe ging het? Ben je tevreden? Ik ben tevreden, want ik heb gewoon die set eindelijk gemaakt en gespeeld. En ik heb mijn best gedaan. Ja. Ik ben hartstikke blij. Dus dat was al een doel op zich? Ja. Om die set maken? Ik vind het heel leuk om aan de wedstrijd mee te doen. Maar ik ben heel blij gewoon dat ik dit als een soort startpunt heb. En ik kan vanaf hier gewoon meer gaan spelen. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. Ja, want ik stond natuurlijk bij jou even in de zaal te kijken. En ik zag rechts voor het podium iemand staan. Wie is dat? Dat is mijn vriend. Die was ook helemaal los aan het gaan. En het leek wel of de teksten over hem ging. Klopt nou, dat? Er zijn natuurlijk... Als ik teksten schrijf is het nooit recht toe recht aan de waarheid. Ik heb ook helemaal geen algemene waarheid in pacht. Maar natuurlijk gebruik ik mijn ervaringen en ook zo uit mijn relaties om te schrijven. Ja. Hou je veel tekst uit jullie relatie? Oh, ik dacht dat je vraagt, hou je veel van hem? Nee. Nee. Weet niet. Ik weet het niet. Alles loopt door elkaar heen. Dus uiteindelijk, ik kan geen, procentuele uitslag daarvan geven. Kom er eens bij. Hoe trots ben je? Apetrots. Jawel, hè? Apetrots, ja, absoluut. Ja, ik zag je ook echt wel erg wel losgaan.
my own sneakers when I close my eyes. I would like to see augment my vision and change my beliefs, or you can strip away my feelings, make my emotions fake. Want to overload my mind, give my body a break. And when I get back, I want to be right awake. I want to be right awake. Anything at all. Even terugblikken. Eerste gevoel? Wel een beetje een opluchting. Opluchting? Waarom? Ja, dat was de eerste show. Ik vond het goed gaan. Met tevreden. Ja? Ja. Ik zie de bandleden achter je ook instemmig meeklikken. Dat is op zich wel een goed gevoel. Ja, zeker. Je weet natuurlijk nooit hoe het allemaal gaat klinken als je voor het eerst echt live speelt. We hebben veel gerepeteerd natuurlijk. Maar ja, ik vond dat de sound was in orde. En begin misschien een beetje onwennig, maar later kwamen we er lekker in. Ja, dus het smaakt naar meer. Ja, zeker, absoluut. Dat is op zich een goed teken, inderdaad. Ja, ja. Eerste optreden, dat betekent dat jullie ook nieuw zijn. Ik zag dat jullie vandaag ook voor het eerst een Instagram hadden aangemaakt. Klopt, ja. Dus de promotietour moet gaan beginnen, maar erop acte wordt is gewoon een heel goed start zijn, denk ik. Dat is zeker een goed start zijn, ja. Dat is Nu moeten we gewoon lekker content gaan maken. Content? Het begint al hierbij, hè, met dit interview. Is dat het begin van al die content, absoluut. Inderdaad. Nou, ik ben benieuwd wat het gaat opleveren vanavond. Hebben jullie er vertrouwen in? Of is het wel? Ja. Aan enthousiasme ontbreekt het niet. Dat is sowieso een goed teken. Oh, toch wel. Oké, dat is een positief punt. We gaan het afwachten. Zometeen komt de jury met een uitslag. Ja. En dan weten we wie er in de finale staat op zondag, eerste paasdag. Wat vonden jullie ervan? Wat vonden wij ervan? Nou ja, kijk, ik vond het heel tof, maar weet je wat mij vooral leuk lijkt? Ik weet iemand die heel erg van jullie stijl muziek houdt. En dat is onze cameravrouw, dat is Zoe. Oh. Zoe. Kan een microfoon even naar Zoe toe? Gewoon even vertellen wat jij ervan vond. Ja. Ik vond het wel lekker klinken, ja. Nou, hey. Nou, die steek je in je zak. Ga ik even in mijn broekzak steken. Die ga jij in je broekzak steken. De publieksprijs. Jullie hebben gestemd. Jullie bepalen welke band er kans maakt om de finale te halen. Want we hebben immers 3 voorrondes. 3 keer een winnaar van de publieksprijs. En uiteindelijk gaat 1 van die winnaars van de publieksprijs
door naar de finale op 17 april. Let op, hè. Vanavond zijn de meeste stemmen gegaan naar... Mag ik een roffeltje? Fleabag! Ah, maar ik hoop het maar ook niet, joh. Rustig, 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 rustig. Vanavond is geworden de runner-up van vanavond. Mag ik een roffeltje? Ja, dank je. Jij begrijpt het meteen al. Fleabag! We hebben een winnaar, gekozen door de jury. En nogmaals, ik heb 4 winnaars gezien vanavond. Maar wat ik altijd wel interessant vind, als ik gewoon even 3, 2, 1 aftel... wie volgens jullie allemaal tegelijk even laat weten wie volgens jullie dan de winnaar is. 3, 2, 1! Nou, het enige wat het ons oplevert hier is pijn in onze oren, kappen maar... Mag ik een roffeltje, want de jury heeft gekozen voor de winnaar van vanavond... die direct doorgaat naar de finale op 17 april. Dames en heren, de winnaar is geworden... Elvira! Nee, 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 nee. Hoe oud is het? Gefeliciteerd, Elvira. Elvira. Hi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik wacht even op jouw eerste reactie, want volgens mij was dit wel... Zag je het gebeuren? Ik weet het niet. Ik was de hele tijd gewoon heel blij dat ik het had gehad. Ja. En ik was gewoon blij met dat ik mijn eigen shit had gedaan. Maar nou, het was zo hard. Heb je dat publiek gehoord op een gegeven moment? Ja, het was zo hard dat ik ook dacht... Nou, Ik dacht eigenlijk de hele tijd, ik moet nu niet ervan uitgaan dat ik win. Omdat het zo hard was. Dus nee, maar het was hard. Dus ook ik vreesde voor dit. Maar ik wist even niet wat ik ervan moest maken. Gewoon, weet ik veel. Ja, I don't know. Laten we even terugluisteren. Ik heb het gefilmd namelijk. Komt ie aan. Even kijken, moet ik altijd geluid even uitkomen. Okay. Gekozen voor de winnaar van vanavond. Die direct doorgaat naar de finale op 17 april. Dames en heren. Je werd meteen omhelst. Ja. En toen hij zei, Elvira, wat dacht je toen? Wat ging er toen door je heen? Ik dacht helemaal niks, want het was gewoon, het was een beetje overweldigend. Maar ik vind het superleuk. Ja, ik ben heel blij. En ik heb gewoon zo hard gewerkt dat ik gewoon het maar aan probeer te nemen dat het goed is gegaan. Ja, nee, groot gelijk. Het is ook een enorme beloning van dat harde werken. We spreken elkaar weer op de finale, op de eerste paasdag. Ja. Je kan de paaseieren inruilen voor je eigen MacBook en microfoon. I guess, ja. Ik denk een stukje leuker. Hoe gaat de rest van de avond voor jou eruit zien nu? Ik ga even goed naar de tering, als ik dat zo mag zeggen. Ja, hartstikke goed. Was ik al van plan, maar nu even extra. Altijd een goed streven, maar nu dubbel. Ik zie het wel zitten. Die gaat toch vanavond, denk ik. Elvira, dankjewel. Geniet ervan. Ja, jullie en we spreken bedankt. Elkaar op de finale. Absoluut. 17 april. Winnaar van vanavond.